Vandaag gaan we pas echt de streek in. Want natuurlijk is niet zo landelijk als een boerderij. Toch is deze boerderij een hele speciale. We gaan namelijk naar Harmshoeve in Malden. En dat is een belevenisboerderij. Kinderen kunnen er dieren voeren, flesjes melk geven en je kan er kinderfeestjes houden. Maar Harmshoeve biedt ook dagbesteding aan kinderen en jongeren die niet meer naar school kunnen. Hoe dat zit, daar gaan we vandaag achter komen. We gaan de streek in. Alles gaat, alles gaat zoals het gaat. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Ik ben Daphne. Ik ben Pierre. Welkom op onze boerderij. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Wij zijn op Harmshoeve. Vertel, wat is Harmshoeve? Harmshoeve is een belevenisboerderij met eigenlijk verschillende activiteiten. We zijn 3 dagen in de week geopend voor het publiek. Vrijdag, zaterdag en zondag. En de andere dagen in de week hebben wij dagbesteding. Wij proberen... de burger vooral kennis te laten maken met hoe hun voedsel geproduceerd wordt. En daarnaast hebben wij een restaurant. Op onze boerderij, alles wat wij daar produceren, daar wordt rechtstreeks verkocht aan de consument. Dus wij gaan niet meer met de producten naar de markt op, niet meer naar de grote groothandels toe. Maar bij ons gaat alles rechtstreeks naar de consument. Dus we produceren echt voor de lokale markt. Het bedrijf draait, hè? Dat is echt productie, dat wordt verkocht in de winkel. Ja. Maar jullie hebben dus ook een belevenis gebeuren hier. Ja. Voor wie is dat dan en wat valt er te beleven? De belevenis is eigenlijk, voor de meestal zijn het mensen met kinderen, maar ook steeds meer ouderen zien we, merken we. Andere mensen die gewoon interesse hebben in dieren, zeg maar, die het leuk vinden om met dieren bezig te zijn. Die mensen die mogen hier, kunnen hier brokjes kopen, die kunnen hier flesjes melk geven aan de kalfjes en de lammetjes. Dus er is veel interactie met de dieren. We hebben geen entree. Dus het is heel laagdrempelig voor iedereen, voor iedere portemonnee toegankelijk. Dat vinden wij heel belangrijk. Zijn er nog meer dingen te doen? Ja, we hebben traptractors, we hebben skelters, we hebben kabelbaan, trampoline. Er is eigenlijk van alles te beleven. En we zien vooral dat kinderen zich eigen met heel eenvoudige dingen het meeste vermaken. Een simpele kruiwagen om hooi van de ene groep koeien naar de andere. Die kruiwagens zijn altijd allemaal bezet. En nou is het een ronde open stal. Is daar over nagedacht dat die rond moet zijn? Dus ooit de basis van onze boerderij om te beginnen is omdat ik graag die stal wilde bouwen. En daar heb ik samen met mijn compagnon bedacht om de belevenisboerderij ervan te maken. Eerst wilde ik hem voor de hobby bouwen. Maar het is een hele gezonde stal. En dat vinden we het allerbelangrijkste. Doordat hij hele open wanden heeft, heb je nooit geen tocht in de stal. Dus je hebt eigenlijk weinig last van zieke dieren. We hebben daar in het midden een groot plateau in gemaakt dat de mensen van bovenaf de dieren kunnen bekijken. Daar zijn we ook redelijk uniek in. Eigenlijk is alles gemaakt om makkelijk te werken voor onszelf, maar ook tot de burger alles goed kan zien. Want daar vinden we heel belangrijk. Ja. Een bevalling met 250 man publiek, die hebben wij hier al meegemaakt. Nou, dus ik denk dat de gemiddelde dame daar niet zo blij van zou worden. Nee, maar de koeien en de schapen hier, die zijn het inmiddels gewend en die vinden het niet zo erg meer. Jij werkt vooral ook, nou ja, de hele boerderij, het boerenbedrijf, maar ook bij de dagbestedingen. Ja. Kun je iets vertellen over de dagbesteding van Harmshoeve? Wij zijn de dagbesteding eigenlijk begonnen in 2020, in de tijd van corona, toen we zelf dicht moesten. Toen kwam er eigenlijk vanuit de gemeente een crisisaanvraag. En toen is het eigenlijk bij ons van start gegaan. En mijn compagnon Pierre en Jessica die vingen eerst al kinderen op in huis. Hebben ze toen een tijdje niet gedaan, omdat we Harmshoeve gingen beginnen. Maar het kriebelde er toch wel weer om iets te gaan doen op het maatschappelijke gebied. En zo zijn we ooit begonnen met
ja, met één persoon en inmiddels uitgegroeid tot uit mijn hoofd 11 cliënten nou. Ja, ja. En wat, nou ja, wat voor een dagbesteding zijn jullie dan? Nou, vooral eigenlijk een dagbesteding waar iedereen kan doen wat hij leuk vindt. Dat vinden wij zelf ook heel belangrijk. En we kijken eigenlijk vooral naar wat iedereen op die dag waar ze zin in hebben, wat ze leuk vinden om te doen. Nou, is dit de moestuin? Ja. Gaat dat het hele jaar door of niet? Nou, heel eerlijk zijn we daar dit jaar pas mee begonnen. Oh, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Want de producten die eruit komen, die gaan jullie wel weer verwerken bij jullie in de keuken. Ja, dat is wel het idee. En omdat dit het eerste jaar is, moeten we even kijken wat we met de oogst kunnen doen. De aardbeien zijn nog niet voldoende om die allemaal uit eigen tuin te houden, zeg maar. Ja. Maar met de tomaten en de courgette gaat het zeker goed. Ja. Ja. En wat vind je zelf het lekkerst thuis in moestuin? Nou, de courgettesoep die we laatst hadden gemaakt, die was wel heel erg lekker. Die viel wel in de smaak. Nou, heet jullie de Harmshoeven. Ja. Maar jij bent Pierre. Ja. En ik heb kennis gemaakt met Fenna. En ik weet dat er een Jessica en een Fleur ook nog zijn. Ja. Waarom Harmshoeven? Ja, we wilden vooral een leuke Hollandse naam. Ik zeg altijd, het is niet mijn boerderij. We doen het inderdaad met z'n drieën. Jessica en Fenna daar zeker bij. En Fleur is een van onze medewerkers. Zo hebben we nog een heel hoop medewerkers meer die we ook niet moeten vergeten. Nee. Die hebben we ook heel hard nodig. We wilden een leuke Hollandse naam, dus ik wil hem ook zeker niet naar mij vernoemd hebben, de boerderij. Dus uiteindelijk is er Harmshoeven uitgekomen, want ik doe het niet alleen. En ik heb mijn team heel hard nodig en daar zijn we ook super trots op. Ja, dat is leuk om te horen. Ja. We zijn hier bij de koeien. Ja. Zijn dit gewoon Hollandse koeien of niet? Nee, dit zijn Franse koeien. Franse koeien. Een blonde Aquitaine is het ras. Er zijn koeien die bij de stier mogen. Dit is de jongveegroep, dus dit is de jongere groep, de pubergroep. Die zijn van 6 maanden tot 2 jaar, dus die mogen nog niet bij de stier. En zo hebben we daar de groep met koeien met kalfjes. Daarachter hebben we nog een groep met koeien met kalfjes. En dan loopt nog een grote groep buiten. Ja. En die lopen op dit moment bij de stier. Ja, ik wou zeggen, ze kunnen dus ook nog in een wei, niet alleen hier. Ja. Nu staan ze toevallig hier, staan een aantal groepen binnen, maar we hebben ook een groep in de wei staan. Ja. Nou lopen er hier ook geitjes rond, hè? Lopen die gewoon los over het terrein of hebben die ook een aparte wei? Ja, we hebben een apart hok daar voor de geitjes. Ja. De jonge geitjes die kunnen zelf erin en eruit, die lopen door de poorten heen. Totdat ze ongeveer een half jaar zijn, bepalen ze zelf dat ze binnen of buiten lopen. En de geiten gaan ook regelmatig mee naar buiten. Maar over het algemeen, als er bezoekers er zijn, hebben we de geiten erin in de stal. Omdat we merken dat er altijd bezoekers zijn die er achteraan rennen. Ja. Daar vinden we niet fijn. Nee. Dus dan moeten we de jonge geiten, als die er geen zin in hebben, dan lopen ze zelf weer het hok in. En dan kan er niemand meer bij. Dan mag niemand in de hok. En nou zei je ook varkens. Wat valt er te beleven met de varkens? Ja, varkens is altijd een beetje een lastig dier. Een varken is koud nogal graag. En dat doet hij ook graag op kindervingers, dus daar vark is niet zo goed aaibaar, zeg maar. Wat we wel eens doen op het moment dat er net jonge biggetjes zijn, tot we dan de biggetjes even uit het hok halen, dus bij moeder weg, een half uurtje of een uurtje, dat de kinderen ze dan even kunnen aaien. Dan is er altijd iemand van ons bij. Dus de rust van het hok is echt voor de dieren zelf en daar willen we ook echt voor de dieren houden. Ja. Dat vinden we heel belangrijk. Nou, dit zijn de geitjes. Hè? Hoe gaan ze er in en uit? Want ik zie helemaal geen grote opening. Nee, die jonge geitjes die kunnen hier nog gewoon doorheen. Waar de kopjes erheen gaan, zeg maar, daar hebben we voor de mama's gemaakt dat ze er niet uit kunnen. Ja. En dan gaan de jonge geiten gewoon zelf in en uit. Dus als ze zin hebben in de kinderen, dan kunnen ze eruit. En als ze geen zin in hebben, dan gaan ze gewoon het hok in en dan gaan ze lekker achter het hok liggen. En dan vinden ze het ook prima. Hey, en wat is er nou zo leuk aan geiten? Ja, de aaibaarheidsfactor van een geit is altijd heel hoog, zoals wij dat noemen. Een geit vindt het heel leuk om aangehaald te worden. En zeker als je hem niet ligt te vervelen, dan kan hij soms wel een half uur bij je staan. Ja. Die vinden dat gewoon, dat is het mooie aan een geit, zeg maar. Die zijn heel aanhankelijk. Ja, interessant allemaal. Ja. Ik ga jou even aaien als het dan mag. Ja, vind je dat niet eng? Deze is gisteren geboren. Deze is gisteravond geboren om 11:30. Ja, nog kleintje. Ja, heel klein, veel slapen. Ja, daar liggen dan de varkens inderdaad. Ja. Leuk. Zo. Nou staan we boven de beesten. Ja. Is dit vrij toegankelijk? Ja,
We hebben een trap gemaakt speciaal voor het publiek, dat ze hier veilig naar boven kunnen. Er kan in principe niks gebeuren. En je hebt heel mooi overzicht over de dieren. Dus als er dingen in de stal aan de hand staan, bijvoorbeeld bevallingen of iets anders, kunnen de mensen van bovenaf perfect zien wat wij in de stal aan het doen zijn. Of de beesten in de stal, want ja, heel veel dingen gaan gewoon natuurlijk. En de dieren hebben er geen last van dat er hier de hele tijd bezoekers zijn die komen kijken? Nee, die dieren zijn er inmiddels zo gewend. We merkten het eerste maanden tot sommige dieren het best spannend vonden. Na de corona merkten we het ook. Het beesten natuurlijk maanden geen publiek hadden gezien. Ja. Collega veehouders zeggen ook altijd, waar heb je makvee? Maar dat komt gewoon puur omdat we... Ja, dat zoveel publiek komt. Ja, echt heel erg leuk. Ja. Fenne, we zijn nu in de winkel. Wat verkopen jullie hier allemaal? Van alles eigenlijk. Voornamelijk vlees van onze eigen boerderij. Dus rundvlees en varkensvlees van onze eigen dieren en kippenvlees aangevuld vanuit Groesbeek. Eieren van onze eigen kippen en dan aangevuld met een eigen lokaal assortiment van verschillende boeren en telers. Meel van de molen, honing van de Immerhof, dus eigenlijk alles zoveel mogelijk uit de buurt. Ja, merk je nou ook verschil van het vlees wat jullie produceren en het vlees wat je dan gewoon bij de supermarkt koopt? Ja, ik kan zelf wel zeggen ja, maar wij horen ook heel vaak terug van onze klanten in de winkel dat ze echt het verschil merken, ook als het in de pan ligt, dat het niet krimpt, dat de smaak heel goed is. Nou zie ik hier ook allemaal leuke cadeautjes staan. Ja. Wat maken jullie zelf, die pakketjes? Ja, maken wij allemaal zelf ook op aanvraag als mensen zeggen van ik wil graag een ander samengesteld pakket. Dan maken we dat ook. En rondom de feestdagen maken we ook altijd kerstpakketten. Ook vaak lokale pakketten met dingen vanuit de regio. Nou zie ik daar ook nog babykleding hangen. Ja. Wat is dat? Dat doet dus Danique, een meisje wat bij ons in de dagbesteding zit, heeft een eigen drukpers. Ja, voor haar eigenlijk een beetje iets om te motiveren dat ze wat centjes kan verdienen en dan voornamelijk daar leuke dingen mee mag doen. Dus de ene keer dan spaart ze om uit eten te gaan en de andere keer spaart ze bijvoorbeeld voor een nieuwe trui iets anders. Ja. Nou, dankjewel. Ja, jij bedankt voor de komst. Het was superleuk, hartstikke interessant en tot ziens. Ja, tot de volgende keer. Doei, doei. Tot zover de streek-in voor vandaag. Terugkijken kan altijd via ons YouTube-kanaal RN7 Online. En daar vind je ook alle voorgaande afleveringen. Voor meer RN7 ga naar rn7.nl. En volg ons natuurlijk ook op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, TikTok, X en natuurlijk Instagram.